De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, die heeft het vandaag niet makkelijk gehad in de Nationale Assemblée. Verschillende parlementariërs, zowel coalitie als oppositieleden, hebben zeer kritische vragen gesteld aan de minister. Vooral over het schrijven welke nu naar buiten is gebracht door de Nationale Ziekenhuisraad, waar zij de alarmbel hebben geslagen en hebben aangegeven dat het heel erg is binnen de gezondheidszorg. De minister op zichzelf geeft aan dat het niet zo erg is zoals de situatie nu wordt geschept. Maar zegt de minister wel, het grote probleem is financiën en hebben de ziekenhuizen en zieke inrichtingen allemaal financiële injecties nodig. We voeren nu naar de verschillende parlementariërs in de Nationale Assemblée die vandaag kritische vragen hebben gesteld aan minister Antoine Elias van Volksgezondheid. Kan meegaan met de minister en wat mij betreft hoefde de minister helemaal niet voorzichtig dat laatste deel van zijn verklaring, voorzitter, voor te lezen, omdat ik denk dat de ziekenhuizen, met name de staatsziekenhuizen, ze moeten beraden op het punt, voorzitter. Wanneer de overheid alles betaalt, dan zie ik een Nationale Ziekenhuisraad waarvan 4 van de 6 instellingen die daar aanwezig zijn, van die overheid zijn, elke keer met een mes op de keel op de regering afkomen. We moeten afstappen daarvan. AZ, voorzitter, Slangs Hospitaal, psychiatrische inrichting, en het Moengra Medisch Centrum zijn van de staat. En ik begrijp dat wanneer particulieren een beetje ringen, dan begrijpen we dat, voorzitter. Maar wij gaan ervan uit dat de staatsinstellingen, voorzitter, in deze op een goede manier, in elk geval, allemaal, maar in elk geval de staatsinstellingen op een goede manier moeten communiceren. En niet met mes op de keel, voorzitter. Want de bedragen waarover we praten, voorzitter, zijn geen kleine bedragen. Honderden miljoenen, daarover praten we. Wanneer we kleine instellingen, voorzitter, die we subsidiëren, sociale instellingen, geld moeten geven, dan staat de minister van Financiën hier en hij vraagt naar jaarrekeningen. Er zijn ziekenhuizen die geen jaarrekeningen produceren. En er moet toch daarover gesproken worden, voorzitter. Dus minister, ik sta achter u. Ik ondersteun u in deze. En de kwestie van steeds paniek zaaien door allerlei verklaringen, het moet een keertje ophouden. We gaan niet op die manier met elkaar om. Ik ben er tegen. Laten we op een behoorlijke manier communiceren. Ziekenhuizen, ziekenhuizendirectie. Laten we communiceren. Elke keer als je komt met een verklaring, je veroorzaakt paniek in de samenleving. En daar gaan we verder van huis. Of de Nationale Ziekenhuisraad paniek zaait, voorzitter, met een bericht die ze lanceren, voorzitter. Maar het is juist om de ernst van de zaak aan te geven, voorzitter, hoe ernstig het is, voorzitter. Voorzitter, het is goed dat de minister hier een overzicht heeft gepresenteerd. 200 miljoen, 220 miljoen bij de SF te halen. Totale vordering 260 miljoen. Mijn vraag is, waarom kan het SZF haar verplichtingen niet nakomen? Is het overmacht ook bij hun? Hebben ze geen geldmiddelen? Waarom kan dat niet, voorzitter? Omdat wanneer die vordering ingelost kan worden, voorzitter, is een groot deel van het probleem opgelost. Een andere vraag is, wanneer de minister zegt dat de regering 100 miljoen heeft overgemaakt. Minister, kunt u aangeven wanneer de situatie in de ziekenhuizen en wanneer de ziekenzorg in het land genormaliseerd zal worden en raken, voorzitter, via u, minister. Wat is er nog meer nodig om dat te doen? Of gaat de regering het beleid continueren om de zieke mens letterlijk de dood in te jagen? Want dat zien wij gebeuren. De ziekenhuisraad heeft aangegeven inderdaad dat de zorg teruggebracht zal worden. De minister zegt, de situatie is niet zo erg. Wanneer de situatie niet zo erg is, minister, hoe erg is de situatie dan wel? Kunt u dat aangeven? En kan de regering dat aan? Het is mooi om te zeggen hier, men zaait paniek. Er is een stukje verantwoordelijkheid welke ziekenhuisdirecties op hun hebben genomen om de ziekenhuiszorg en de ziekenzorg, wat hun regardeert, dat te bieden aan die samenleving. Een ander punt is RGD. Hoe gaat u voorkomen, minister, dat stakingen en werkneerleggingen weer aan de orde van de dag zullen zijn? Kortweg, als je bij het academisch ziekenhuis gaat voor een MRI-onderzoek, dan moet je daarvoor naar SZF gaan, je naam een verklaring, en dan
was het eerste onderzoek gratis. Tweede betaalde je de helft binnen een jaar. En derde moest je volledig betalen. Nu als je gaat, dan moet je zelf 2000 SED hebben in zak. Voordat men met het onderzoek begint. En als je wil declareren, dan krijg je 1200 SED terug. Die 800 moet de patiënt die verzekerd is, SZF verzekerd is, uit zijn zak betalen. Kan de minister duidelijkheid daarop geven, want niet iedereen heeft dat geld. En medische zorg kan niet achterwege blijven, meneer de minister. Ik heb eerder aan u gevraagd om na te gaan waarom bepaalde apotheken medicijnen verkopen terwijl het in de klapper voorkomt. Ik heb aangegeven van de lijstwerk. Vanmorgen nog ben ik al daar geweest. En wederom een ander soort medicijn wilde men verkopen die in de klapper voorkomt. Ik heb niet gekocht, ik ben naar de Johannes Moerastraat gegaan. En de apotheker daar zegt, nee, ik kom in de klapper voor, je krijgt het. Heeft hij nog steeds geen werking van gemaakt? En die wel, waar zijn de resultaten? Want niet alleen ik, een aantal patiënten waren daar die ook klaagden. Ze klagen dat het in de klapper voorkwam en ze moesten ook voor andere soorten medicijnen betalen. Uw extra aandacht, want de samenleving telt elk centje en keert het twee keer voordat hij betaalt. De rest is nu echt volledig uit. Money no day. En natuurlijk is het een zeer verontrustende verklaring van de ziekenhuizen en specialisten, voorzitter. Wanneer wij horen dat zij geen verzekering pasjes accepteren en van SZF moeten we bijbetalen. Patiënten hebben nu zelf ook geen geld om bij te betalen, voorzitter. Ziekenhuizen hebben hun geld, hun middelen nodig om het draaiende te houden. Van de minister wil ik concreet weten, voorzitter. Wat nu? De dienstverlening van de ziekenhuizen. Wat nu, minister? Want we praten over mensen, hun levens. Wat nu, minister? Voorzitter, ik ben niet eens met de minister als de minister zegt dat zaken, dat mensen, zaken, dus dat de situatie niet zo erg is zoals men schetst. Voorzitter, we zijn geen vrienden in Jeruzalem. De minister moet zich beter gaan oriënteren. Als je zit met een patiënt, als je naar spoedeisende hulp gaat van het academisch ziekenhuis, mevrouw de voorzitter, dan zie je daar hoeveel mensen daar liggen op banken die tot de volgende ochtend urenlang zitten wachten omdat apparaten het niet doen vanwege veroudering, mevrouw de voorzitter. Als de minister hier zegt dat de situatie niet zo erg is, dan wil ik de minister sturen naar het veld. Laat de minister naar het binnenland gaan. En hij hoeft niet eens verder te gaan daar dan Guyaba. Om te zien hoe mensen niet verwezen worden. Omdat transportkosten niet gedekt kunnen worden. Minister, waar leeft u? Woont u in Suriname? Als u stelt dat de situatie niet zo erg is. Minister, ik zit in de vaste commissie. Volksgezondheid. Als we met actoren zitten, vereniging van medici, dan moet je horen als je luistert naar de mensen hoe ze op boetebeleid moeten uitvoeren, hoe er geen geld is, de meest de banale zaken, verbruiksartikelen, geen schoonmaakmiddelen, minister. Er is niet eens toiletpapier in de ziekenhuizen. Waar woont u, minister? Het geld voor de medische zorg moet op tafel komen, voorzitter. Akkoord, de verantwoording moet komen. Het plan voor de integrale aanpak kan alleen worden uitgevoerd, voorzitter, als de sector rustig is. Ik wil van de regering weten via u, voorzitter, wanneer worden extra 100 miljoen uitbetaald? Alle instellingen moeten of zullen een verantwoording afleggen. Binnen hoeveel tijd moet dit geschieden? En hoe gaat dit controlesysteem voorgezet worden? Want zoals u weet zijn we niet goed in master in controleren. De minister geeft aan dat een ziekenhuisopname geen opvang is voor bejaarden of een garantie is voor goede zorg. Ik wil weten van de minister hoeveel geld wij gaan stoppen in de primaire gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat onze mensen niet hoeven te gaan naar het ziekenhuis om daar hulp te zoeken. Voorzitter,
Simpele afspraken worden niet nagekomen. Het is onmenselijk om na 30 dagen arbeid eerst te staken alvorens je salaris kan krijgen, voorzitter. Welke maatregelen zullen er getroffen worden tegen de artsen en of dienstverleners die bewust de SZF-patiënten weigeren en of bewust medicatie voorschrijven die niet voorkomen op een SZF-klapper, waarbij de cliënten bij de balie van de apotheken cash moeten betalen en er is niet eens een controlesysteem. En gaan we echt die 100 miljoen gaan controleren, minister? Ik wil van u weten binnen hoeveel tijd de verantwoording afgelegd moet worden en hoe u dit controlesysteem gaat voorzetten. Mij bekruipt het gevoel dat de minister nog onvoldoende beseft wat het gevolg is van zijn beleid naar de burger toe, naar de zieke mens toe. Minister, weet u dat door uw beleid de mens, de zieke mens, in een levensbedreigende situatie gebracht wordt? Bent u ervan bewust dat door achteruitgang van de zorg mensen doodgaan? Omdat basale middelen er niet zijn, medicijnen er niet zijn. We hebben ook nagetrokken vanaf die alarmbel van de ziekenhuizen gisteren. En het blijkt dat middelenvoorziening op zodanig niveau is dat specialisten selectie moeten maken wie ze wel gaan behandelen en wie ze niet gaan behandelen. Beseft u dat dit een gevolg is van uw beleid, minister? Minister, ik vraag u serieusheid. Kijk u naar het beleid. Gaat u met die mensen zitten en lost u de problemen op in die gezondheidssector. Dit is het gevolg van een structureel beleid dat er geen crisisbeheersingsplan is bij de overheid. Want als dat plan er was, dan zou je zien dat gezondheidszorg een hoge prioriteit gekregen zou hebben. Dat is er niet. Het is hapsnap beleid, minister. En daardoor krijg je namelijk dat mensen doodgaan. Besef u, neemt u verantwoordelijkheid en zorg dat u in overleg gaat, dat die middelen komen. Vaker hebben we over corruptiegevallen gesproken. Nu ziet de gemeenschap wat het gevolg is van die corruptie. Want al die gelden die weg zijn verdwenen, die weggegaan zijn in zakken van enkele mensen door corruptie, daar ziet men het gevolg nu. Dat veiligheid niet gegarandeerd kan worden, gezondheid niet gegarandeerd kan worden, regering, ik roep je op, geef je prioriteit aan gezondheidszorg. Minister, maak je beleid en beschermt u de mens. Daarvoor zit u daartoe. Wanneer we praten over gezondheid, dan praten we over het duurste goed van onze mensen. En we zeggen ook, you must put the money where your mouth is. Dus wanneer we praten over gezondheid duurste goed, en we zien dat dit niet gebeuren, dat juist middelen elders worden geallokeerd dan volksgezondheid. Vandaar dat we vandaag de problemen hebben met volksgezondheid. Minister heeft gezegd dat SZF, BGVS, de ziekenhuizen worden doorgelicht. En u weet, minister, ziekte wacht niet. Dus ik hoop niet dat we een situatie krijgen straks, dat terwijl het gras groeit, sterft het paard. Het is zo erg geworden nu in de gezondheidszorg, minister, dat specialisten hebben gesteld dat kwaliteitswaarborging is afgebrokkeld tot ver onder de minimale professionele standaarden. En dat is erg. Wanneer een specialist die in feite de motor is van het medisch gebeuren in het land, in een land, en als we dat stellen en niet één ziekenhuis, alle ziekenhuizen samen, dan moeten we wel vraagtekens achterstellen. En u verklaart dat het niet zo erg is. U zegt wel dat het erg is, maar niet zo erg. Wij willen van u weten van hoe erg is het dan werkelijk? Vraag aan u. Moet ik voor u staan, moet ik achter u staan of moet ik op u staan? Maar om het gaat om de gezondheidszorg, zal ik nog naast u staan, minister. Wanneer we praten hier over geld, 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 geld. Wanneer we praten hier over staatsziekenfonds. Wie is de eigenaar van staatsziekenfonds? Wie moet de verplichtingen nakomen van staatsziekenfonds? Als het ministerie van Financiën weigert om middelen los te maken, zeg het aan ons. We moeten een oplossing vinden voor de gezondheidszorg. We kunnen niet piep, kat en muis stelletje meer spelen, minister. U zegt het vanuit uw persoonlijke ervaring met de sector, dat de gezondheidssector niet zo erg is, omdat u misschien andere privileges heeft, maar de burger, we lijden eronder. We vragen rust, zekerheid, minister. U bent aangesteld als de minister.
via u, voorzitter, om een oplossing te brengen. Wanneer we hier van mening zijn dat er maffia's binnen de sector zijn, laten we het op tafel zetten. Wanneer we van mening zijn dat er mensen zijn, er zijn een heleboel specialisten die goed werk verrichten. En u, minister, u heeft de luxe, u loopt al mee sinds 2011. Tjara oplossing komt. Minister, waarom kijken we niet om de staatsziekenhuizen te fuseren? Het kost ons veel minder als land. Laten we voor een oplossing gaan en los een kern voor het probleem op, minister. Deel Sharman geeft aan dat het deze keer ernst is wat de Nationale Ziekenhuisraad aangeeft. Was het zo in het verleden dat de ziekenhuisraad er vaak genoeg alleen voor stond wanneer ze aangaven hoe erg het gesteld was met de gezondheid en zorg. Deze keer ook de medische staf van de verschillende ziekenhuizen zich scharen achter de verklaring van Nationale Ziekenhuisraad. En volgens Sharman is daaraan duidelijk te zien hoe ernst het nu is met onze gezondheidszorg. Wat gaat de regering direct moeten doen, vroegen wij aan Sharman, die in het dagelijks leven ook arts is. Cameraman Karen Zektu legde het volgend interview vast met VHP-parlementariër, tevens arts, Deel Sharman. Ja, dat is natuurlijk verontrustend, omdat nu niet alleen de directie, maar de staf op zich, alle medische specialisten, die eigenlijk op de werkvloer moeten werken en de mensen moeten helpen met het nodige materiaal, dat zij te kennen hebben gegeven dat het inderdaad niet goed gaat. Daarom hebben ze zich ook geschaard achter de verklaring. En dat is zeer erg verontrustend. En u zult in die verklaring ook hebben gelezen dat we aangegeven dat ze eigenlijk beneden de voorgeschreven standaarden werken. Dat wil zeggen, het is medisch niet meer verantwoord om te werken. En daarom hebben ze ook aangegeven twee zaken. Eén, dat ze selectief gaan moeten werken. Dus in die zin dat er alleen zeg maar noodgevallen en spoedsituaties geholpen zullen moeten. Aan de andere kant zeggen ze, als het op deze manier doorgaat, dan zal die gezondheidszorg alleen betaalbaar en beschikbaar zijn voor rijke mensen, voor kapitaalkrachtige mensen. En dat is niet de bedoeling. Ten meer nog dat wij weten dat juist in deze situatie van economische malaise, driekwart van de bevolking arm is geworden en niet zelf in staat is te betalen. Je ziet wel de perikelen in het leven van alle dag, hoe mensen niet aan medicijnen kunnen komen, et cetera. En dat gaat zich natuurlijk verder vertalen in verslechtering van die gezondheidszorg. En daar maak ik mij oprecht zorgen om, omdat ik uit de sector kom en ik weet hoeveel dingen niet beschikbaar zijn. Dus het verhaal van de minister dat er zoveel gelden zijn vrijgemaakt, in ieder geval geautoriseerd, dat is nog niet beschikbaar op de rekening van de verschillende ziekenhuizen. Dat biedt mij nog geen solace. Het gaat erom dat door deze verklaring van de ziekenhuisraden en de respectieve staven van de ziekenhuizen er in ieder geval is aangegeven dat het verschrikkelijk slecht gaat met de gezondheidszorg. Wat zou de regering nu direct moeten doen? Een paar dingen. Eén is natuurlijk, je gaat een financiële injectie moeten geven dat tenminste de crediteuren en alle andere zaken die acuut ingekocht moeten worden, gedaan kan worden. Ten tweede moet je natuurlijk ook gaan kijken, de gelden die op de begrotingen zijn vrijgemaakt, om dat daadwerkelijk vrij te maken. En ten derde, je zal gaan moeten werken aan zeg maar, de totale financiering van de gezondheidszorg. Onder andere een van de aspecten daarbij is natuurlijk de tarieven, de lichtdagtarieven in de gezondheidszorg. Maar dan praten we nog steeds alleen nog over de tweede lijn. Hè? En je weet, deze regering lijkt alsof ze totaal geen prioriteit hebben voor de eerste lijn, waar in mijn opinie je juist veel meer gezondheidswinst zou kunnen ontwikkelen als je daar zou investeren. Dus daar praat ik nog niet eens over. Ook als je over de tweede lijn wil praten, moet je ook gaan kijken hoe je natuurlijk de efficiëntie in die tweede lijn zorg hoger kunt maken. Onder andere bijvoorbeeld door gezamenlijke inkomen, door clusteren van diensten, etc. Maar het zijn allemaal zaken die iets meer tijd vergen. Maar nu om uit de acute nood te geraken, is natuurlijk geldinjecties erg van belang. Parlementariër Mahinder Joggi blijft erbij dat de informatie die de minister van Financiën Gilmore Hoefdraad vandaag over de geldverzendingen naar Nederland achter gesloten deuren wilde geven, dus in een comité-generaal, dat in feite niet hoefde. Het gaat hier om gelden van de gemeenschap. Waarom geeft men de informatie dan achter gesloten deuren? Het zou allemaal in feite in het openbaar moeten. Maar Joggi zegt eraan, vragen die leven bij de gemeenschap
dat zal hij achter gesloten deuren dan vragen aan de minister, zodat er toch meer transparantie is, zodat er toch weer meer duidelijkheid is. Cameraman Karen Zaktu legde het interview vast met DNA-lid Mahinder Jogi van de VHP. Ten eerste zijn de vragen gesteld in het openbaar. De minister heeft, nadat de eerste vragen waren gesteld door de heer Santokhi, als reactie daarop in de staatsmedia wat opmerkingen gemaakt. Met andere woorden, de regering heeft een aanzet gegeven om publiekelijk in te gaan op de vragen die gesteld zijn. Dan kunt u mij nu onmogelijk komen zeggen hier, we gaan de vragen, dat onderwerp behandelen in comité-generaal. Bovendien, het vergaderen in het parlement heeft een functie. Wij praten hier voor het land, voor de samenleving. En de samenleving wil horen waarover er gesproken wordt, welke besluiten er zullen genomen zullen worden en wat de samenleving moet doen of moet nalaten. Dit van het inbeslagname van de gelden in het buitenland regadeert de samenleving. Wanneer u de zaak hier gaat bespreken in comité-generaal, betekent dus dat u de samenleving informatie onthoudt. En als u de samenleving geen informatie geeft, hoe gaat de samenleving kunnen inspelen op deze situatie welke zich vandaag aandient? Wat moet de samenleving doen? Moet de samenleving gaan naar de bank om al haar tegoeden eruit te halen? Wat moet? Dus iemand moet. En het zou beter zijn dus daarom om hier dan in het openbaar het debat te voeren met de regering, de antwoorden te verlangen van de regering, zodat de samenleving inderdaad dat weet. Bovendien, een derde punt is namelijk het punt van onze democratie en de gehalte van onze democratie. Hier is het parlement dat bijeen is gekomen na gehouden algemene, vrije en geheime verkiezingen, welke onderdeel is van onze democratisch spel. Het volk wordt vertegenwoordigd door de Nationale Assemblee, is een van de pilaren van de democratie. Hoe kan je dan buiten het volk, achter gesloten deuren, een onderwerp bespreken welke niet eens in lijn is met datgene wat de grondwet aangeeft met betrekking tot het houden van een comité-generaal? In geval van dreiging, gevaar, oorlogsgevaar, in die gevallen bijvoorbeeld, zou je in comité-generaal kunnen gaan. Hier gaat het vermoedelijk om nalaten van de regering om inhoud te geven aan afspraken welke zijn gemaakt met landen in de regio, met andere landen, met betrekking tot het geldverkeer. De taskforce voor transactie van gelden en zo, daar heeft de regering het laten gaan vermoedelijk. En dit is dan iets wat daaruit voortvloeit. Men is eerder erop geattendeerd als regering, als financiën, als minister van Financiën. Elke cent welke je overmaakt, daar moet de centrale bank als monetaire autoriteit op de hoogte zijn. En die moet ervoor zorgen dat de afspraken met betrekking tot hen in acht nemen van regels, inderdaad dat die afspraken worden nagekomen. De minister van Financiën is de bewaker van het systeem. Dus nu moet de minister van Financiën publiekelijk komen uitleggen wat er precies is gebeurd en wat mis is gegaan, zodat wij inderdaad niet komen verrast worden straks een volgende keer door een andere maatregel waarbij weer gelden in beslag worden genomen. En goederen die worden geïmporteerd in Europa bijvoorbeeld, u merkt enige schaarste al, toch? Verplichtingen die mensen hebben om gelden over te maken, daar merkt u er stagnatie. De handel heeft problemen, de economie heeft problemen, maar ook begrijp ik dat de regering zich niet heeft gehouden aan regels met betrekking tot de registratie van middelen, van waar komt het geld, van wie is het. En al die zaken zijn opgestuurd geworden naar de regering, naar Financiën, naar de minister van Financiën, voordat de beslaglegging heeft plaatsgevonden. Wanneer de zaak in openbaar behandeld is vermoedelijk de zorg van de regering dat zaken aan het licht zullen komen waar de regering heeft nagelaten om maatregelen te treffen. En dat door het nalaten van de regering inderdaad nu de samenleving zit met de gebakken peren. Ik denk dat dat de reden is waarom men achter gesloten deuren wil vergaderen. Dat moet niet zo zijn. Maar waarom is Nederland plotseling zo geïnteresseerd in geld uit Suriname? Nou, ik denk dat er internationaal geldende regels en afspraken zijn. En dat eerder vermoedelijk, want dit is niet de eerste keer dat geld weggaat. Toch? Het is niet de eerste keer dat Nieuwman goud meeneemt. Maar wanneer er procedures en regels zijn afgesproken, wanneer er nieuwe regels worden gesteld en je doet mee als land, Caribbean Action Task Force bijvoorbeeld, zaken met betrekking tot money laundering, dan moet je je committeren daaraan. En dat heeft te maken dus met die inbeslagname
dat jij vermoedelijk als land je niet hebt gehouden aan de procedures. En men heeft jou dan getikt een aantal keren en je bent doorgegaan. En ik begrijp dat in dat geld ook geld zit van die overheid. Ik bedoel, waarom maakt die geld, de overheid geld over? Waarvoor? Voor wie? En er zijn serienummers gevolgd, vermoedelijk. En mensen hebben aangegeven. Dus ik hoop niet direct dat uit de doek komt, maar we zijn geen voorstander ervan dat deze zaak in het comité-generaal wordt behandeld. En ik ga daarvan een punt maken straks. Maar wat zou u toch wel graag willen horen van de minister? Waarom zijn de gelden in beslag genomen? Wat heeft de centrale bank gedaan? Wat heeft het ministerie van Financiën gedaan? En na de eerste inbeslagname, wat hebt u gedaan om een tweede en een derde beslagname te voorkomen? Ook een tweede beslagname heeft plaatsgevonden. Wat heb je nagelaten als regering om te doen? Je brengt de samenleving al in problemen, zijn genoeg problemen. En je brengt de mensen weer in problemen. En dit mag niet. DNA lid Krishna Mathura blijft erbij dat de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, zaken verkeerd heeft aangegeven in de Nationale Assemblée. Niet alleen verkeerd, maar de minister die heeft er ook gelogen, zegt Mathura. En de minister die zegt, zo'n minister mag in feite niet langer gehandhaafd worden. Welke redenen zouden deze minister allemaal hebben om zaken zo aan te geven? We voeren nu naar het vraaggesprek met parlementariër Krishna Mathura. Kijk, de minister kan een brave man zijn, een vriendelijke man zijn, zo ken ik hem. Maar als minister van Justitie en Politie vind ik, moet je professioneel, integer en kundig zijn. Er is een duikboot in beslag genomen, drugs in beslag genomen. Het ministerie heeft een verklaring doen uitgaan dat er een speciaal team wordt ingesteld om alles te onderzoeken. En ze hebben gezegd, ze gaan het helemaal onderzoeken en dit onderzoek gaat ook blijven worden voortgezet. Na het aantreden van de minister zien we direct dat de korpschef vervangen wordt. Er wordt een nieuwe korpschef aangesteld. Op zich niks mis mee. En de eerste actie van de nieuwe korpschef is het team ontmantelen. Er komt een dagorder en hij zegt, weet je, in opdracht van de minister, daar is er uitgebreid in de media een verklaring voor. En hij zegt ook van het onderzoek is afgerond en de andere onderzoeken gaan door de narcotica brigade gepleegd worden. Dat zegt de korpschef. Van ik heb ontmanteld in opdracht van de minister. De minister komt in het parlement en zegt, ik heb niet ontmanteld, ik heb de leden teruggetrokken na overleg met de PG. De PG komt vervolgens in de media en zegt, de minister heeft nooit met mij overleg gepleegd over, CTU, dus het onderzoeksteam. En drie mensen, drie verschillende verklaringen. En vandaag komt de minister, wanneer er vragen worden gesteld, zegt hij, nou, de korpschef zegt, ik heb per abuis ontmanteld, per abuis. De minister zei, ik heb inderdaad niet overleg gepleegd met de minister, met de PG over ontmanteling van Counterintelligence Unit, dus dat onderzoeksteam. Maar ik heb, en hij laat in het midden of hij overleg heeft gepleegd, want hij zegt niet of hij overleg heeft gepleegd om terughalen van de mensen. En ja, hij zegt, dus er is niks aan de hand. Dit is echt niet goed voor ons land. Want, kijk, de minister komt zo ongeloofwaardig en onprofessioneel over. Dit zou je toch nooit moeten? Ik bedoel, hij heeft verkeerde informatie opzettelijk gespeeld aan het parlement. En hij neemt in de val ook de PG mee. En de PG is hoofd van de opsporing en vervolging. Hij corrigeert de korpschef niet als hij zegt dat hij eerlijk was. De korpschef is in de media geweest, een paar dagen ervoor. In het parlement stond de korpschef vlak achter hem. Waarom heeft hij de korpschef niet gecorrigeerd? Dat korpschef, wij hebben niet ontbonden. En u zegt in de media, u heeft het ontbonden. Ik heb het ontbonden. Dit is toch zo doorzichtig wat er vandaag in de DNA-leden van de coalitie zo doorzichtig. Ze hebben allemaal het spelletje mooi gespeeld om de minister te ondersteunen. En weet je, gekozen voor loyaliteit aan hun baas eigenlijk. Ja? En ze hebben eigenlijk de rechtsstaat Suriname laten vallen vandaag. Ja? En de minister is in mijn ogen helemaal niet geloofwaardig. En dat gaat knagen aan eigenlijk het imago van Suriname. En ik ga u zeggen waarom. Eén is, de PG is belast met de opsporing en vervolging.
Je kan niet midden in het onderzoek. En zo'n ernstig onderzoek waarbij een duikboot in beslag is genomen, vliegtuig, met drugs, midden in het onderzoek mensen terugroepen, om welke reden dan ook. Zonder overleg met de PIG. Want dat betekent dat je infiltreert in het onderzoek. En politieke mensen, die hebben een politieke pet. En ze moeten beseffen dat hun bevoegdheden begrensd zijn. Ze kunnen niet infiltreren in organisaties, zeker met onderzoeken. Weet je dat ze zeggen van tij en ontij? Het zijn professionele onderzoeken met één doel en dat is de waarheidsvinding en rechtvaardigheid in die samenleving. En de minister had zich moeten onthouden van elke inmenging. Dat is een verantwoordelijkheid van de PG en de PG is de persoon die daarover zou moeten. De PG vertegenwoordigt Suriname ook in rechten, weet je, in het buitenland. Dus je maakt ook dat de PG ongeloofwaardig overkomt. Want mensen gaan zich afvragen van zo'n ernstig onderzoek. En dat team wordt ontbonden. En niemand zegt iets. Maar hoe verstandig is het om de CTU te ontbinden? Zeer onverstandig. In elk geval, ik weet de CTU, maar het onderzoeksteam belast met die duikboot en het vliegtuig is zeer slecht. Het is een ontzettend slecht signaal naar de buitenwereld. Omdat, kijk, drugs onderzoeken, drugscriminaliteit georganiseerd. Alle landen kijken, zeker wanneer in zoveel landen drugs is gevonden. Dan kijkt men hoe geloofwaardig en hoeveel professioneel je instituten zijn en de leiders van die instituten, de korpschef, de PG en de minister. Wanneer je midden in het onderzoek je mensen terugtrekt, wat is het signaal? Dat je het onderzoek niet gaat doen. Dat je lak hebt aan georganiseerd. Criminelen de ruimte geeft van komen jullie, er gaat toch geen onderzoek gebeuren. Dat signaal vangt buitenland op. Met georganiseerde criminaliteit komt er ook heel veel illegaal geld in het land, money laundering. En we zien ook dat de acties niet uitblijven. Onze gelden worden in beslag genomen. En niet alleen drugscriminelen krijgen er problemen mee, maar ook eerlijke mensen gaan er last van hebben. Mensen die hun geld op een eerlijke manier hebben verdiend en handel drijven en goederen laten halen, hebben ook problemen gehad. Want hun geld is in beslag genomen in Nederland. En als het zo door blijft gaan, gaat Suriname echt geïsoleerd worden wat zaken doen betreft. En we gaan straks merken in tekorten en schaarste dingen. Je gaat niet online dingen kunnen kopen, je gaat je geld niet kunnen overmaken, je gaat niet eens naar het buitenland kunnen gaan. Dus je gaat echt geïsoleerd worden. Dit is totaal niet goed voor het land. Juist van een minister wordt verwacht dat hij echt heel betrouwbaar overkomt, dat hij professioneel is, dat hij kundig is en dat hij weet wat de grenzen zijn van zijn functie als minister. En dat hij de korpschef ook moet corrigeren. Dus nu is er een scenario eigenlijk geweest waar hij de fout geschoven heeft op de schouders van de korpschef. En de korpschef is namelijk een marionet in het geheel en hij gaat het uitvoeren. Natuurlijk, wat heeft hij? Hij heeft niks te zeggen. Ja? Dus dat verzwakt ook de positie van de korpschef. Dus dat is het eigenlijk. En het laatste wat ik wilde zeggen, het is de taak van parlementariërs om controle uit te oefenen. Om te waken dat de geloofwaardigheid onder alle omstandigheden intact blijft. En wat we vandaag hebben gezien in het parlement is een show. En ook nog de rol van de voorzitter die samenvat en heel tactisch de inbreng van oppositieleden eruit haalt. En eigenlijk aan de minister zegt wat hij had moeten zeggen. Moet zeggen. Dat is echt omverwerpen van de democratie. Dit zou je nooit moeten hebben in een democratische rechtsstaat. Als je deel wil nemen aan het debat, verlaat je stoel als parlementariër, als voorzitter. Ga in het parlement zitten en voer het debat. Als je daar zit, dan moet je eigenlijk je onthouden van elke commentaar. En leden de ruimte moeten geven, zodat zij de minister heel ernstig aan de kaak kunnen voelen. En dat de samenleving geïnformeerd wordt over wat is de waarheid. Vandaag hebben we gezien hoe dat niet moet eigenlijk in het parlement. Mijn coalitiegenoten hebben onlangs verontwaardigd gereageerd toen de VHP met een persbericht de deur uitkwam, waarin ze aangaven dat de voorzitter haar taken niet naar behoren doet en zaken vaak genoeg
wanneer het om de oppositie gaat, toelaat. Gaan ze u niet verkwalijken dat u niet dit ook zegt? Nee, dit is vandaag is een goede mooie demonstratie geweest. Precies wat VHP in die verklaring heeft gezegd. De voorzitter heeft gebruik gemaakt van die aan- en uitknop en heeft niet laten praten. Het is de taak en verantwoordelijkheid van de voorzitter van het parlement om na te laten, om samen te vatten of wat dan ook, absoluut. En als ze dat ook doen, dan moet ze het correct doen. Maar in principe moet ze niet inmengen in de debatten. DNA-lid Keshe Persaat Gangaram Pandey is van oordeel dat de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, juiste informatie heeft doorgespeeld aan de Nationale Assemblée en geen verkeerde zaken heeft doorgespeeld, zegt de parlementariër. Keshe Persaat Gangaram Pandey is gewezen politiefunctionaris, dus aan hem vroegen wij ook gelijk hoe we moeten kijken naar nu ook de overplaatsing of het bedanken door de minister van verschillende politiefunctionarissen in hoge functies. En ook hoe het zit met dat stukje demotivatie onder politieagenten. En hoe het zit met dat stukje veiligheid onder de burgers. We voeren nu naar het vraaggesprek met parlementariër van de NDP, Keshe Persaat Gangaram Pandey. Woorden zijn al zodanig wel geuit door bepaalde, althans door één DNA-lid. En dat is gelijk recht getrokken door de minister en andere DNA-leden, vooral van de coalitie, waaronder mijn persoon, hebben aangegeven dat de minister nimmer heeft gezegd van ontmantelen, maar wel van terughalen van de politieambtenaren. En samen met de procureur-generaal zal ik kijken hoe invulling daaraan weer te geven. Maar politieambtenaren die zulke belangrijke zaken onder zich hadden, hoe verstandig is het om ze terug te halen? Je weet niet precies wat er is gebeurd, vandaar dat ik niet verder, althans dieper ben ingegaan op die materie. Je moet eerst een gesprek hebben gehad met de minister om te weten wat er heilt en zeilt binnen die groep. Maar zou u dat niet willen weten? Inderdaad, maar daarom heb ik gezegd, ik heb nog niet de gelegenheid gehad om tot de minister daarover te praten. Er zullen wel argumenten aanwezig zijn dat de minister tot die stap is overgegaan, na overleg met de procureur-generaal. Wie de procureur-generaal meneer Bainat Pandey kent, weet zeker dat hij stappen niet zomaar laat nemen. Is iemand die overtuigd is van zijn zaak en dan pas neemt hij een beslissing. Dus ik denk dat het de juiste beslissing zal zijn, dat hoop ik in elk geval. En dat er snel weer invulling wordt gegeven om die post te bemannen als die post die groep behouden wordt. Maar bevreemdt het u niet dat de minister hier in DNA zegt daarover gesproken te hebben met de PG en de PG kort daarna reageert niet meer daarover met de minister te hebben gesproken? Wat de minister heeft aangegeven, dat de procureur heeft gezegd van hij heeft niet meer gesproken tot de minister over ontmanteling van die groep. En dat geeft nog niet aan dat hij niet heeft gezegd dat hij een gesprek wel of niet heeft gehad met de minister. De minister heeft vandaag weer aangegeven dat hij op zijn ministerie met de procureur-generaal heeft gesproken ter zake. Dus hij is een stapje verder gegaan. En ik denk niet dat de minister hier gaat liggen in het openbaar. De minister heeft duidelijk aangegeven. En er was een communicatiestoornis wat betreft de dagorde. En dat is rechtgetrokken inmiddels door de korpsleiding. Maar dienen jullie hier de minister complimenten te geven of juist kritisch te beoordelen? Nee, complimenten moet u zien dat de samenleving ook kijkt wat er reelt en zeilt. Hoe de minister samen met de korpsleden en andere groepen bezig is leefbaarheid en veiligheid teweeg te brengen. En als er goede zaken zijn gebeurd waarvan de samenleving jou zelf belt als DNA-lid en zegt van dit is het en dit willen we hebben. En denkt u hier aan, we willen verder leefbaarheid hebben. We willen werken naar een situatie waarbij we vrij onze deuren weer kunnen openlaten. Die vrees moet weg, dat je 1 seconde je deur niet open kan laten. Die vrees moet helemaal weggewerkt worden. En als de minister daarnaar werkt en die complimenten komen, dan geven we niet als zodanig aan dat die samenleving die complimenten geeft. Maar dat geven we wel aan. De minister, hier heeft u wel goed gewerkt en gaat u zo verder. Maar kijkt u ook naar de andere knelpunten die er zijn. En de minister werkt ernaar, ja. Maar is deze minister niet te gauw bezig schoonschip te houden, wanneer we nu ook merken dat politiecommissarissen nu ook bedankt worden, netjes bedankt worden?
Ik denk van niet en daarom heb ik vandaag ook aangegeven, minister, ik hoop niet dat u personen van wie u houdt gaat plaatsen op bepaalde posten. U moet plaatsen politieambtenaren die in staat zijn de samenleving als zodanig te dienen. Wanneer u één weghaalt en een andere zet, dan moet er sprake zijn van meerwaarde voor die samenleving. En daar gaan we voor. En als dat niet het geval is, dan is er de shuffling geen zin. Daarom heb ik ook dinsdag aangegeven dat de minister ook meer geld moet hebben. Anders is het dweilen met de open kraan, toch? Je hebt voertuigen, maar die voertuigen raken defect, maar die samenleving moet gediend worden. Allerlei situaties van inkt en papier, al die toestanden horen we al jaren, maanden. Toch? Dat moet tot het verleden gaan behoren wanneer je adequaat wil aanpakken die leefbaarheid en veiligheid voor die samenleving. De samenleving heeft het al moeilijk. En wanneer wij als autoriteiten, de overheid in deze ministerie van Justitie en Politie, zijn uiterste best doet, dan weet ik dat hij samen met andere actoren, veiligheidsdiensten, andere ministeries, vooral Defensie, toch? Een wezenlijke bijdrage kan leveren om de criminaliteit helemaal de kop in te drukken. En daar werkt de samenleving zeker een steentje bij omdat dat het geval wordt. Dus het is geen hoera stemming, het is gewoon een sein naar de minister van gaat u door, maar het moet niet zijn dat je loyalisten zet op bepaalde posten en één weghalen en de andere gewoon faciliteert omdat je goed bent op hem of haar. Nee, dat moet het niet zijn. Van een van ze, die commandanten die gereshuffeld worden, gaan worden of niet zijn geworden. Politiemannen hebben me toch ook gebeld van het is goed dat hij weggaat. Waarom? Want hij functioneert niet goed. Okay. Hij komt nauwelijks aan het werk. Of hij meldt ziek of zo, weet ik niet precies. Maar hij functioneert niet goed. We willen meer slagvaardig te werk gaan. En hij geeft ons die tools niet. Ik ga geen namen noemen. Ik ga geen situaties scheppen waarbij men zegt dat het gaat om die persoon. Maar het is goed dan dat die persoon dan weg is als politiemannen zelf zo denken. Wat gaat de samenleving dan denken over die persoon toch? Maar ik zeg, hij geeft de tools niet. Hebben ze de tools? Ja, ik denk dat ze wel die tools in handen hebben om te werken voor die samenleving. Maar kunnen zich ook omstandigheden hebben voorgedaan waarbij je niet zo proactief meer is. En als je in een bepaalde sector niet zo proactief bent, dan moet je ergens geplaatst worden waar je productiever kan zijn voor die samenleving. En dat moet het geval zijn, niet weghalen en onder de korpschef zetten, dat hij thuis blijft of onder de minister. Die soort situatie moeten we niet hebben. Daarom heb ik ook eerder gevraagd van, minister, u heeft de korpsleden vervangen en u heeft ze onder hoede van u geplaatst. Wat is de bedoeling? Welke functie krijgen ze? Ze moeten de dienstbaar verder samen ten dienste zijn, toch? Ja, ze moeten niet thuis blijven als andere korpschef die is weggehaald, die daarvoor is weggehaald, toch? Gewoon op een andere positie geven en thuis blijven. Die soort situatie moeten niet hebben. Die samenleving heeft je nodig. De politieambtenaren hebben een dienende taak. En daarom heb ik ook gevraagd dat ze ook financiële ondersteuning krijgen van die overheid. Als op andere plaatsen bij onderwijs sprake is van 92% salarisverhoging, waarom voor politieambtenaren niet? Vroeger verdienden de politieambtenaren meer dan die onderwijsgevende. Een verpleegkundige, een leerkracht, wilde zo graag trouwen met een politieman of samen gaan wonen met een politieman toen ik in de dienst kwam. Toen was dat het geval. Nu zijn de rollen omgekeerd. Politiemannen zoeken om te trouwen of samen te wonen met die leerkrachten en verplegend personeel. Dus zo zie je, omdat ze veel meer verdienen, dubbel verdienen, et cetera. Dus en die situatie moeten we niet hebben. Politiemannen komen van heden en verte om hun diensten te doen. Ik weet van bepaalde, de helft van hun salaris gaat eraan, alleen aan vervoerkosten. Dan moet je pech hebben dat je auto onklaar raakt. En dan heb je nog andere verplichtingen, vaste verplichtingen. En die soort situatie moeten we hebben. We moeten ook een steentje bijdragen dat de politiemannen prettig aan het werk verschijnen, hun diensten prettig doen, voor die samenleving doen. En rustig weer naar huis gaan om weer bij de eerstvolgende dienst present te zijn. Is er demotivatie onder agenten? Je hebt altijd een groep die gedemotiveerd is. Anderen zijn via de politiek in de politiedienst gestuurd, geplaatst. Je hebt mannen, politiemannen en je hebt mannen in politieuniform. En die mannen in politieuniform horen daar niet thuis. Je hebt politiemannen nodig, toch? Politiek heeft ze daar gezet.
korpschef Chilipsi heeft toch in de tijd gezegd, 5 waren bezig met drugszaken in Nederland en dergelijke. Toch, het is toch doorgedrukt dat ze nu in de politiedienst zijn. Ik ken ze niet, maar ja, we hebben als samenleving dat ook gehoord, toch? Als dat het geval is, meneer, zulke mensen horen niet thuis binnen het korps, toch? De mannen in politieuniform, die zijn door de politiek geplaatst, zegt u? Ja, de meeste wel en andere, hun attitude is al zodanig. Dus ze hebben geen dienende attitude. Ze hebben alleen van hoe kan ik een jam maken, hoe kan ik er beter van worden. Maar niet waar kan ik de middelen vinden om die samenleving beter van dienst te zijn. Ik was ook buurtmanager van Paramaribo Centrum toch. En toen had je toch geen regering Bouters. Maar ik had ook geen vervoer gehad van de overheid. Korps kon me geen vervoer geven. Die samenleving, het bedrijfsleven heeft toch ervoor gezorgd toen ik bezig was om eentje te kopen en voor de dienst in te zetten. Die samenleving heeft ervoor betaald. En toen heb ik die samenleving adequaat van dienst aan dienst bewezen. Omdat die samenleving heeft meegewerkt ook. En op den duur, 1 jaar, heeft men ook voor die onderdelen gezorgd. Voor die smeermiddelen van het voertuig. Maar daarna had het korps ook geen geld toentertijd. En uit mijn salaris betaalde ik voor onderdelen, et cetera. Laat men dat gaan natrekken. En waar is dat voertuig nu? Dat voertuig wilde men me daarna teruggeven. Van oké, jij zou kopen en mijn bedrijfsleven betaal, je mag het hebben. Maar ik wil dat niet hebben. Ik zeg dat gaat taxeren. En als je mij wil geven, dat taxatiebedrag zal ik dan wel betalen. Men wilde niet, ik mag het hebben. En de sleepwagen heeft het dan moeten verwijderen. Het is bij een sleepdienst aan het verrotten. En dat gebeurt heden ten dagen. Maar ja, is weer een andere case. Hoe zit het met dat stukje veiligheid in die gemeenschap? De minister werkt samen met zijn team, de nieuwe korpsleiding, werkt hij naar betere leefomstandigheden voor die samenleving. En ik zie dat de samenleving een steentje bijdraagt. De meldingen komen binnen van activiteiten, van zaken die niet door de beugel kunnen. Bij inbraken zelf, politiemannen wanneer ze nu weer rijden, soms waren hun kleppen gewoon dicht. Maar nu zie je dat politiemannen actiever zijn geworden. Laatst nog op Doekie-project heeft men een voertuig gezien die daar niet thuis hoort volgens die politieman. Hij was met zijn vrouw en kinderen. En hij reed langs, heeft de situatie opgemerkt, heeft een achtervolging ingezet en het was raak. Waarmee moeten we beginnen? Dat is de eerste vraag die wij van TBN Prime Alert vandaag stelden aan parlementariër van de NPS, Patricia Etnel. Zoveel zaken die zich er nu spelen. De alarmbel die geslagen is door de Nationale Ziekenhuisraad. Stakingen binnen het onderwijs en tal van andere problemen waarmee de gemeenschap dagelijks geconfronteerd wordt. Daarover spraken wij met NPS, parlementariër Patricia Etnel. Elke dag wanneer je de kranten openslaat en elke dag wanneer je weer naar het nieuws luistert, dan is het wat gebeurt er in Suriname? Als het niet is dat onderwijs helemaal ondersteboven staat, dan hoor je nu alarmbel van de ziekenhuizen. Toch? Dus het gaat absoluut niet goed. Weer of 4 miljoen geconfiskeerd. Dus al met al problemen. Personeel dat staakt, mensen die ontevreden zijn. Het gaat niet goed in Suriname. Het gaat absoluut niet goed in Suriname. Echt waar. Het gaat niet goed. En dat betekent dat, voor de oppositie betekent dat we hard moeten gaan werken. Hard moeten gaan werken, harder moeten gaan werken. Want nee, er moet verandering komen van beleid. Maar laat de regering blijken dat het niet goed gaat? Nee. Voor hun gaat het helemaal goed. Voor hun is het men vertelt een heleboel verkeerde dingen, weet je. Het is niet juist, de informatie is niet juist, dat wordt gegeven door de mensen. Toch door de instanties. Dingen gaan absoluut niet zo slecht, dat is wat je hoort. Terwijl, wanneer je kijkt naar de realiteit, zie je een totaal andere zaak. Je ziet dat het niet goed gaat. En het is niet iets dat nu gebeurt. Het is al iets dat vanaf 2015 zien we dat Suriname langzaam, maar zeker, erg achteruit gaat. Langzaam zien we het. En nu met rassenschreden zien we van hier, Anegobong. Het gaat heel snel nu.
die dip in de economie, toch de prijzen in de winkels. We merken het ook met de benzineprijzen. Alles wordt met de dag duurder. Als je nu gaat in de winkel, toch zie je weer dat eigenlijk broodbeleg wordt verhoogd. Toch? Alles wordt met de dag duurder. Dat is, je ziet van hé. Hey, Anigo. En iedere keer wanneer je weer luistert naar de regering, hoor je, er komen betere tijden. Maar die tijden van de betere tijden blijven uit. We zien andere tijden behalve betere tijden. En dat is triest. En het onderwijsvraagstuk. Bent u, gisteren heeft als BVL een persconferentie belegd waar ze hebben aangegeven nu toch wel antwoord te hebben voor de minister. Dus de leerkrachten hebben zich massaal aangesloten. Zegt u dat de minister dit toch wel moet zien en aanpakken om voor dat stukje dialoog te gaan? Ik ben van mening dat je als minister niet zo besluit kan nemen van je praat niet met de vakbond. Nee, de vakbond is een belangrijk orgaan binnen het arbeidsveld. Toch? Het is een orgaan dat geaccepteerd is door internationale organisaties, het IOL. ILO, ja, het ILO, International Labour Organization, erkent, we hebben vrijheid van vakvereniging. Ja? Dus het is heel erg belangrijk dat de minister dat soort zaken moet meenemen en met de vakbond aan tafel moet zitten. En moet gaan kijken, wat kunnen we doen, hoe kunnen we de problemen oplossen. Want per slot van rekening zijn de leerkrachten verenigd. Ze hebben het recht om zich te verenigen. En hebben ook het recht om ervoor te zorgen dat ze zaken kunnen afdwingen vanuit de vereniging. Dus dat soort dingen moet de minister meenemen. En ze moet weten van, luister, wanneer jij weigert en op je strepen staat van ik ga niet met ze praten, dan moet je voor de consequenties in de staan. En de consequenties zijn vaak genoeg niet mooi. Toch? En dan is het weer van, ja, het is weer meneer Valies, toch? Maar ik ben van mening, als je met de mensen praat en je eerlijk bent, dan komt er wel een oplossing. Toch, we moeten eerlijk zijn, want dat is een van de dingen die ook van ons verwacht wordt. We moeten altijd eerlijk zijn, maar dat missen we vaak. Zegt u dat de economie zich nu daadwerkelijk breekt, wanneer we zien dat de basiszaken waarvoor de regering moet zorgen, gezondheidszorg en onderwijs, er juist nu daar heel veel aan schort. Zoals je daar net zelf aangaf, alarmbel door Nationaal Ziekenhuisraad. En wat vindt u van de uitleg van de minister? Dus de minister, ik vraag me af of deze minister wel kaas heeft gegeten van het systeem. En ik vraag me ook af of die man wel weet wat er gebeurt in de gezondheidszorg. Toch? En wanneer je ziet dat men eigenlijk vanuit de regering of vanuit ook de coalitie aangeeft van ja, we moeten gaan kijken waar er over gefractueerd wordt. Dat mensen die... Laat men ook gaan kijken waar het geld gestolen is. Toch? Laten we gaan halen wat van ons is. Toch? Want iedere keer praten we erover. Toch? Iedere keer noemen ze dat soort zaken binnen de gezondheidszorg. Maar we hebben toch gezien met die ISDB-lening. Toch? We hebben ook gezien hoe daar er heel veel gestolen is. En wat hebben ze gedaan? Met de mantel der liefde hebben ze de zaken weten te bedekken hier. De minister kwam met een antwoord hier in het parlement. Waar we allemaal, zowel de coalitie als oppositie, waren we er verbijsterd van zo'n antwoord. En daarna met een of ander verhaal om alles goed te maken. Terwijl het niet goed ging. Toch? Terwijl het eigenlijk iets was van het is niet correct. En wanneer je dat soort dingen hoort, dan denk je bij jezelf van hé. Hey. Toch? En nu zien we onderwijs, problemen, toch? Gezondheidszorg, problemen, omdat de overheid, de regering zijn afspraken niet nakomt. En dan is het triest, dan is het erg. En dan zie je ook van, hé, waar is de economie? We zouden eigenlijk in 2018, zouden we betere tijden tegemoet gaan. Het volk moet dit soort dingen niet vergeten. Een herstel- en stabilisatieplan. Toch? Van 2016 tot 2017 zouden we herstel hebben. En 2017 tot 2018 zouden we stabilisatie hebben. Waar is die stabilisatie? We zijn nog niet steeds in onze herstelfase. Waar is het plan? Toch? Er zou zoveel gedaan worden vanuit dat plan. Maar er is niets gedaan. We staan nu stappen verder, stappen achteruit. We gaan steeds meer naar beneden. En dan wil je dat we hier moeten komen zitten en moeten luisteren naar een verhaal
toch een of ander, ik weet het niet, het lijkt wel op een fabeltje. Toch iedere keer weer iets vertellen aan het volk, alsof je denkt van eeuwenlouding. We gaan knallen voor citroenen verkopen. Het gaat niet zo. Je moet eerlijk zijn naar het volk toe. En, ja, ja. En wanneer we kijken naar die eerlijkheid, dan zien we van anego, het gaat niet goed. Absoluut niet. Die armoede wordt steeds erger. Om ook te horen hier vanuit de minister van Arbeid dat er iets een armoedegrensrapport is, neem ik deze regering verschrikkelijk kwalijk. Want we hadden het volk zitten wachten, maar dan waar is die armoedegrens? Waar begint het? Dan hou je het vanaf 2016 is het af. En dit soort zaken neem ik de regering verschrikkelijk kwalijk. Toch, want dan, hoe weet het volk waar de armoedegrens begint? Hoe weet het volk bij wie, wanneer, hoe, met welk salaris leef ik in armoede? Toch? Hoe weet ik het? Maar je gaat dan een minimumuurloon op basis daarvan vaststellen. Hoe betrouwbaar ben je nog als regering? Hoe betrouwbaar? Hoe moet ik nog op jouw woord afgaan als regering? Het kan toch niet? Maar waarom denk je dat ze dat geheim houden? Omdat wanneer ze naar buiten komen, dan man betakje, weet je, dan gaan we de poppen zien dansen. Dan gaan we zien van, bij Asse en Queens aan volk. En dan gaan we zien waar die grote problemen zijn. Maar ze gaan er niet mee naar buiten komen. Maar het volk hoeft niet te vrezen, want ik zal erop staan dat we het krijgen. We hebben die informatie nodig. We moeten weten wat er gebeurt. Want mensen werken zijn zielen kapot, toch? En kunnen niet uitkomen met de salaris. Toch, ze weten niet eens waar ze aan toe zijn. Op dag leven. Toch, deze regering maakt dat het volk elke dag moet denken van Migade, van Morede en Tamara. Van Morede Tide. Toch? Welkom met de zaken, laat het volk weten waar ze voor staan. Je hebt zoveel beloofd. 2010 heb je beloofd van, alles handbot change. Fly over, this over, dat over. Weet je hoeveel dingen we zouden krijgen in 2010? We hebben niks gehad. 2015, trein zou er komen. Toch? We kunnen niet eens een mini-trein zien. Toch? Niet eens een speelgoedtrein in Kerpalani kunnen we zien van, dit zou er komen voor Suriname. Toch? Niets. Maar je komt elke keer vertellen, er komen betere tijden. Terwijl het volk elke dag nog erger sterft van de honger. Het kan zo niet verder gaan. En dan is het echt waar. Nu is het keihard. Het volk laten weten van als u nog door blijft stemmen voor, als u nog één keer stemt voor deze regering. Dan is toonjang. En bent u van oordeel dat de coalitie toch wel een kritische houding heeft wanneer het aankomt op de issues van gezondheidszorg en onderwijs? Kijk, je kan een kritische houding hebben, maar daarna prijs je ze weer. Daarna ga je die rammelende begroting goedkeuren. Ja, heeft je kritische houding geen zin. Wanneer je kritisch bent, dan moet je laten zien van, luister nou, ik stem voor niets meer. Maar zo, we moeten niet vergeten dat deze coalitie heeft gestemd. Dat het leningplafond van deze regering was uitgebreid en dat er geen limiet eraan is meer. Dus deze regering mag lenen en lenen en lenen voor Kira volk. Laten we dat niet vergeten. Dus die kritische houding heeft geen zin, want je hebt het kwaad heb je al gevoed. Je hebt het kwaad al laten plaatsvinden. Dus wat voor kritische houding ga je nog hebben? Ik zorg ervoor dat ik stem voor haar weet dat de man mag lenen van de wani. Nou, dat is lenen toe. Nana Lin Lin Libby. De afdeling Vreemdelingendienst van het Korps Politie Suriname heeft in de maand juni van dit jaar 63 vreemdelingen het land uitgezet. Deze illegalen zijn van verschillende nationaliteiten. Het gaat onder andere om 27 Brazilianen, 11 Chinezen, een Vietnamees, 2 Venezolanen, 14 Guyanezen, 3 Nederlanders, een Dominicaanse en 4 Haitianen. De meeste van de gedeporteerde vreemdelingen mogen respectievelijk na 2 of 6 maanden of na een jaar Suriname binnenkomen indien hun documenten in orde zijn. De stichting Pluimvee Kwekers Collectief Suriname die bestaat er vandaag precies een jaar.
De stichting is opgericht op 20 juli 2017 in het district Wanica Noordwest. En wat zijn de doelstellingen van de stichting PKS? De stichting PKS stelt zich ten doel bij te dragen in het behartigen van de belangen van kwekers en van ondernemingen van kwekers in de Surinaamse pluimveesector. In de ruimste zin des woords en in het bijzonder gericht op verantwoord en duurzaam ondernemen door kleine tot middelgrote pluimveeondernemingen. Op een persconferentie is men vandaag ingegaan op meer zaken rond de stichting PKS. We voeren nu naar de persconferentie van de stichting Pluimveekwekers Collectief Suriname en dat in verband met hun 1-jarig bestaan. In de eerste plaats moet het duidelijk zijn voor de kwekers dat ze een hoger doel hebben. Natuurlijk gaat het één om de pluimveesector, die kip en slagkippen, waar de nadruk op wordt gelegd. Maar je kweekt om een gezond product aan de man te brengen. Je kweekt om middels dat gezond product die gemeenschap ook gezond te maken en gezond te houden. En als je dat wilt doen, dan moet je zorgen dat het product dat je kweekt gezond is. Dus hoe brengen we die kip op zodanige wijze, hoe voeden we het, hoe behandelen we het, hoe kijken we naar het milieu van die kip, dat die kip zelf al gezond is en het milieu niet aangetast wordt. Overal in de wereld zien we dat men verlagingen wil aanbrengen in de grote industrieën, omdat er te veel afval in het milieu terechtkomt. Dus daar moeten we voor zorgen. Wij zijn in Suriname nog niet zo ver dat we kunnen zeggen ons milieu is beschadigd door veeteelt of door pluimvee. Maar dat wil niet zeggen dat we gewoon door kunnen gaan zonder ons zorgen te maken. Dus de kwekers worden ook bijgebracht van hoe zorg je ervoor dat je zoveel mogelijk kweekt, maar dat het milieu waarin je werkt, het milieu nationaal ook nog gezond blijft en verbeterd wordt zelf. En dan moet je ervoor zorgen natuurlijk dat het product dat je brengt bijdraagt tot die gezondheid. En dat zijn verschillende aspecten waar je naar kijkt en die je meeneemt in dergelijke opleidingen en dergelijke trainingen en begeleiding in het veld. Daarom zit ik ook in het bestuur. En we hopen natuurlijk, kijkende naar de business mogelijkheden, kijkende naar het milieu als geheel, kijkende naar de gezondheid van de mens, van de kippen, om een totaal, wat we noemen sustainable product te brengen, dat gewoon doorgaat. Die sector, die klein en middelgrote onderneming in de pluimveesector, die is er vrijwel, dat is al aangegeven, afwezig. We willen dat terugbrengen en wij gaan geen concurrentie aan als zodanig. Er zijn grote kwekers, maar dat mag. Maar we willen duidelijk maken dat er ook voor de kleine ondernemer en de middelgrote ondernemer een mogelijkheid is om één, serieus aan de slag te gaan, eerlijk aan de slag te gaan, positief naar de gezondheid toe van ons milieu en het product en de mens te kunnen produceren en dat we allemaal beter van worden. Er is zelf gesproken over exportmogelijkheden. Als je gaat exporteren, zal je je moeten houden aan een aantal standaarden, aantal standaardregels. En als dat niet in je routine is, dan haal je het niet. Dus van begin af aan zal je moeten leren werken met standaarden. Nationaal geaccepteerd worden in de eerste plaats en zeker internationaal gaan gelden. Dat is de rol die we geven aan het onderdeel gezondheid en ziektepreventie.
En we denken dat we hierbij toch wel een stukje industrieontwikkeling en economische versterking in het land teweeg kunnen brengen. De sector te beschermen door de importheffing op kip en kipdelen te verhogen. Is dat nog altijd zo? En is de pluimveesector voldoende beschermd? Zien jullie de voordelen? Met 20% verhoogd. Ja, maar dat is een eerste stap. Maar dat is een eerste stap. Dat zeker. Eigenlijk zien wij graag dat het naar 100% gaat. En meer? Maar dat en meer. Maar dat zal geleidelijk aan moeten gebeuren. Ja. Omdat het nooit zo kan zijn dat we het nu naar 80 of 100% brengen. En de markt nog niet, de producenten nog niet op dat punt zijn om die markt te de lokale markt te kunnen voorzien. Dus het moet gelijke tred houden, dat moet hand in hand gaan met de activiteiten in het veld, de kwekers, het slachten en het, het vermarkten van het product. Is daarmee uw vraag beantwoord? Nog een andere vraag. Maar wat vindt de stichting dan er zelf van? Dus de overheid probeert dat te doen om de lokale pluimveesector te beschermen. Nou, we zien dat in hun pakkettenprojecten waar ze uitvoeren, ze buitenlands kip geven aan de mensen. Wat vindt de stichting zelf hiervan? Nou, zoals u ook in onze sheet zal lezen, hebben wij als stichting geen... we zijn een private stichting, dus we zitten in de private sector. Wij hebben onze ideeën gelanceerd en we hebben het uitgevoerd. De regering heeft erop gereageerd en wij worden vaker betrokken door DNA, dus door de overheid, door ministeries. En wij worden betrokken om onze visie te geven over wetgeving, over certificering, over allerhande zaken om de regering, voordat de regering en de overheid dus hun stappen nemen om die sector klaar te maken om voedselschuur te worden van het gebied. Laat me het zo zeggen. We brachten u gisteren reeds het bericht van de dodelijke aanrijding aan de Martin Luther Kingweg. Vandaag het politiebericht. De 53-jarige bijrijder Beatrice Afata is gisteren woensdag 18 juli na een aanrijding tussen een personenauto en een DAF-truck aan de Martin Luther Kingweg Highway overleden. De politie van Houtuin werd via de centrale meldkamer ingeschakeld voor een aanrijding met dodelijke afloop. Daar aangekomen werden de voertuigen op de langs de weg lopende berm aangetroffen. In de personenauto werd Beatrice bekneld in het voertuig aangetroffen. Zij vertoonde geen teken van leven. Door de ingeschakelde brandweer werd zij uit het voertuig gehaald. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Voorlopig onderzoek heeft uitgewezen dat het voertuig waarin Beatrice zat over de Martin Luther Kingweg reed, komende vanuit Paranam richting Paramaribo. Het voertuig werd bestuurd door de 29-jarige Diego M. Op een bepaald moment wilde Diego zijn voorrijder inhalen die links of zou slaan. Diego kwam met zijn voertuig op de andere rijhelft om in te halen. Op dat moment kwam er een DAF-truck uit tegenovergestelde richting. Om een botsing te voorkomen week de DAF-truckbestuurder uit naar links richting de berm en op hetzelfde moment week Diego ook uit naar rechts met als gevolg de aanrijding. Diego bleek niet in het bezit te zijn van een geldig Surinaams rijbewijs. Uitwendig heeft hij schrammen opgelopen en klaagde van pijn. Per ontboden ambulance is hij afgevoerd naar de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis Paramaribo. Na overleg met een lid van het OM is hij in verzekering gesteld en ligt onder politiebewaking in de ziekeninrichting. Het ontzielde lichaam van Beatrice is voor abductie in beslag genomen. De DAF-truckbestuurder is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. Hij en zijn bijrijder komen met de schrik vrij. De materiële schade aan beide voertuigen is aanzienlijk. Met het overlijden van Beatrice staat de verkeersbarometer landelijk op 40.
Het verdere onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de verkeersunit van Regio Midden. En dit was het TBN Prime Alert van donderdag 19 juli 2018. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 874-93. Nogmaals, 874-93. E-mailen kan naar tbnprimealert@gmail.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot morgen.